Ook dit zijn overlevenden uit de Eerste Wereldoorlog. Het wapentuig dat jarenlang ongeëxplodeerd in de Westhoekse grond bleef liggen. Samen met de laatste overlevende oud-strijders in de talrijke soldatenkerkhoven getuigen zij onophoudelijk over de wreedheid van deze oorlog die over Europa woedde en duizenden slachtoffers eiste. Het begon allemaal te Sarajevo toen Frans Ferdinand, kroonprins van Oostenrijk, op 28 juli 1914 er werd doodgeschoten. Het schot dat Gavrilo Princip afvuurde was het startschot van een 4 jaar durende slachting. Oostenrijk en Duitsland verklaren de oorlog aan Servië. De olievlek verspreidt zich over Europa en ook België raakt betrokken. Op 4 augustus 1914 vallen de Duitse troepen ons land binnen. Koning Albert I kondigt een algemene mobilisatie af en 180.000 opgeroepene dagen op, evenals 20.000 vrijwilligers. De Belgen houden in de augustusdagen moedig stand, aangemoedigd door de oproep van de koning die de Vlamingen herinnert aan de slag der Gulden Sporen en de Walen aan de slag der Franciamontese. 10 dagen lang weerstaan de forten van Luik. De Duitsers moeten hun zwaarste geschut bovenhalen om de 12 vestingen 1 na 1 in puin te schieten. Heldenmoed moet het hoofd buigen voor overmacht. Duitse troepen rukken onherroepelijk op en de Belgische soldaten strompelen zwijgend tussen de vluchtelingen over de wegen. Meneer eerste doet zo te pijpen. Hè. Ja, zo compagnie zeker. En die hasten ze voort gewoon tot op de Kratberg. En op de Kratberg is er een Engelsman vandaan gekomen en heeft een kroonprins doorgeschoten. En toen af de Noorden, ja, ik heb hier in mijn landen. Dingen zijn toen volontijden en zo. Ja, de Fransen zijn toen nog gekomen, de Dragon en allemaal zulke dingen. De chasseur, de vanissen met de vrouwtjes. Het was oorlog en die oorlog zou langer duren dan algemeen werd verwacht. De Duitse plettenwals wordt in de Westhoek tot staan gebracht. In de oktoberdagen van 1914 blijven de Duitsers maar aanbeuken tegen de Belgische, Franse en Britse linies. Ze moeten zich ingraven. Zo evolueert de strijd tot een loopgravenoorlog. Soms liggen de vijandelijke legers op enkele meters afstand, loerend naar elkaar, wachtend op het goede ogenblik om aan te vallen. Ik was verwerderd, hè? Ben nog maar, ik was 18 of. Nee? Ben nog maar van de eerste dag van de oorlog tot de laatste dag ben geweest. Ik heb gans de oorlog meegedaan. Geen ene keer leg ik wat geweest. En overal bij de slag van Nisse heb ik meest van alles gezien. Ik ben daar eigenlijk 14 dagen, dat was van de 15 oktober tot de 1 november. Ik ben daar veel afgezien. Veel. Te kort geen kleren aan, alles was versleten. Nee. Geen eten. Voedselvoorziening was niet, dat kostte meer, he. Het was allemaal later gebleven. 14 dagen, dat is het verschil geweest. En de slag van de, een ding, een ramschapper, en de andere is er, heeft de eerste dag geweest van mij. En dat was de nacht van de 29 oktober van 14. Toen, ik leerde ze. Slechtste dag pas van al mijn leven. Het was daar. Vele slachtoffers. He. Bij de Fransen worden bij de Fransen worden gekomen. Voor help. He. We waren hier in Sand mee weer. Die waren nog. Laat over. 14 dagen. We waren hier soldaten meer om zo te zijn. Maar ja, toen waren ze thuis. Als het ons mijn doel kreeg, 18 over. Als het ons mijn doel doorschoot. In de nooit meer om me heen, we worden een lat op. Up. Zo, Duits maakt anders. Franske, Duitske, en weet je, Duits maakt anders. Maar mag niet schieten van het ding. Maar dat is natuurlijk. Ik heb dat mijn leven gehad. Deed hem niet. Deed hem. Van nou maar. Daarvoor, nee. Hier tegen ze, ik draag hier nu. Omdat dat het eerste schip van ons, van Moerendoos. Ze zijn Moerendoos. Dat waren we ook aan het vier kinderen. Maar dan,
Leid dat ik zag. Die kijkt niet. Je deed het hem mee, hè. Ik was toen patriot. Wat patriotisme is dat weggewerst. Ook ik gezien niet. Wat een invloed dat dan. Dat we juist mensenmateriaal worden verhoord. Allee. Maar genoeg, hè. Zijn mensen genoeg, het kost een mens. Weet je wat mensenmateriaal, oorlogsmateriaal, hè. Maar anders is niks meer dan apart. Wat dat per toegeschoten was, een rapport gemaakt. Wat dat een mens doorgeschoten was, dat we pas eerst in stilte dat we wat doen, hè. Leuk de soldaten die vielen aan het front hadden, wist dat er in het lekker waarde was. Waren dat beraamd te plaatsen. Tijden van die idee. Schrikkelijk. Terzelfde tijd als de slag bij de IJzer begon ook de eerste slag bij Ieper. In oktober-november 1914 werden door de Duitsers diverse pogingen gedaan om Langemark in te nemen. Broodseinde en Zonnebeke werden veroverd en ook de streek rond Geluveld, Zandvoorde, Hollebeke en Wijdschaten vielen in Duitse handen. Het kleine Britse expeditieleger samen met Belgen en Fransen kon de vijandelijke opmars tegenhouden en de sneeuw en het gure weer van de winter legden het Duitse offensief volledig stil. In de Belgische sector werd het vlakke land achter de IJzer onder water gezet om de vijandelijke opmars te stuiten. De Belgen die zich volledig achter de IJzer terugtrokken, konden dit laatste stukje onbezet vaderland tot het einde van de oorlog behouden. 22 april 1915. Een dikke, gele wolk rolde over de velden. Het stonk naar chloor en voor ze het beseften vielen de eerste slachtoffers. De tweede slag bij Ieper was begonnen. Man, hier dan. De opvachten is dan, hier dan alles, en je moest er zelf afgelost worden voor mij. Maar dan middags rond 3 uur komt er dan in de verte een hele wolk afgerold. Gerold, hè, over de grond. Hè. En dan zo ik, mensen die gaan zeggen, dat was gewoon het Frans, hè. Wat is gaan terug naar het tragedie. Maar gewoon van zes teruggelopen, hè, vooruit weer gegeven. Maar niet, dan kwam er naartoe, van de haal zijn, maar we mochten, we moesten naar de gasmaskers, ja. En we moesten dan water nemen en een zakdoek en de voordeel nemen. Ja. We mochten dat water niet pakken, want het was besmeurd van de haal zijn die erover gereden had. Ja, dat, en voor de ogen, dat was ook niet, hè. En dat vrouwen. En dat was precies al bij de keer gepakt voor die hazen. Ik weet nog op het. En mijn ogen, dat komt nog altijd terug zonder tijd. Nee. Maar op een zeker moment, een zeker ogenblik, is de wind gekeerd. En die wind heeft dan de rug, die haas gestuurd aan de vijand. Ja, maar die hadden gemaskers, verstaat me? Die hadden gasmaskers, maar wie dan niet. Maar achterna hebben we dan gasmaskers af. Ja. En dan en zo. Met Mika zal, ik was vroeger veel rijden, nee. Maar zo ding, en dat dan dat, een afwachting dat ze toen een nieuwe gemaakt hebben, nee. Dat de deur hebben toen andere gasmaskers gekregen, nee. En we moesten dan helpen de gekwetsten wegdragen, nee. En terugkomen met Saxus munitie, voor de mitrailleurs. En die zijn daar. Dat was dan de radiers die zaten daar, ik weet niet wat ik al weet, het was er nevens. En de radiers zijn dan opgemuid, hè. De Duitse delft kwam al zingen, de jonge gasten. Hè. Die ons groter zijn, maar het was niet groter, het was dan opgemuid. Die liggen al begraven aan de Madone, tegen Langemarta. Het is hier een kerk op een jonge gast, ik kan dat bezegd hebben als gebeurd. De afstand is groot van deze sfeervolle dodenakkers naar de waanzinnige slijkvelden die ze eens waren, zoals de Langemark, waar de keur van Duitse studenten begraven ligt. Studenten die met de bajonet en het geweer ten strijde trokken tegen de Britse mitrailleurs. En is het geen cynisch toeval dat de beeldengroep op dit kerkhof werd gebeiteld door ene Emil Krieger. Te Vlatslo ligt Peter Kolwitz begraven. Niemand heeft treffender dan zijn moeder, Käthe Kolwitz, de droefheid en de opstandigheid vereeuwigd van hen die machteloos overbleven.
Waar de gasventielen werden opengedraaid, reikt nu een verzoeningskruis ten hemel. Een Canadees soldaat waakt, arms reversed, over de doden die hier vielen tijdens de gasaanval. Op 3 mei 1915, op een rustig ogenblik tussen de gevechten door, schrijft de Canadese arts John McCrae in de verzorgingspost in de kanalenberm nabij Essex Farm te Boezingen een gedicht van onmacht en wanhoop. Een oproep aan de komende generaties om de fakkel over te nemen. Het eenvoudige, ontroerende gedicht zou als een aanklacht de wereld rondgaan. In Flanders fields the poppies blow, between the crosses, row on row, that mark our place, and in the sky the lark still bravely singing, fly scarcely heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved. And now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the flow. To you, from failing hands, we throw the torch. Be yours to hold it high. If we break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. Verbitterd door de waanzin van de oorlog is McCrae op 28 januari 1918 te Bimmegeu gestorven. Maar de poppy of de klaproos is het wereldwijde symbool gebleven van herdenking en verzoening. De afstand is groot van de brutaliteit van de oorlog naar de stilte van het militaire kerkhof. Van de hopeloze verwarring van prikkeldraad, omwoelde aarde, ontvleesde bomen en eindeloze rijen zandzakjes naar de rijen zerkjes waarop een eenvoudige boodschap prijkt. Je bent wel heen, maar niet vergeten. Dat doet gewoon beter met bombarderen. Niet zo dat de laatste, en niet zo bombarderen de laatste, dus, en ik weet niet. En om mijn hoofd zo buiten steken, en tegen dat slag heb mijn hoofd. En zo. En ik maak niet mijn kwaad, soldaten moesten zo van weg naar moest. En wenn die onder, maak niet mijn kwaad, heb mijn moord. Ik zei, godverdomme, waarom moet je zo smit met een steen of steen of ander? En die jongens stonden er zo een rare kijken naar je, en om een keer. En zeiden, wat is dat bloed al? Ik pak me van net polis op, het was al bloed. Ik had een stek in mijn kop. De soldaat als kanonnenvlees. Wie het ongeluk had om door een kogel, een granaatscherf of schrapnel te zijn getroffen, had maar twee uitwegen. Ofwel werd hij dodelijk getroffen op het veld van eer, ofwel werd hij door de makkers afgevoerd naar de hulppost om opgelapt te worden voor de komende strijd. Eh bien, écoutez, l'uniforme fait quelque chose. Par exemple, quand on faisait ses gardes de nuit, il fallait aller toutes les heures chez les fous aussi, hein. La première entrée, et presque tous se redressaient sur leur lit. Moi, j'avais une fausse bête, vous savez, j'avais 21 ans, j'avais une fausse bête. Et tous les jours, c'était la même chose. Il y en a un qui faisait ses paquets, sa petite valise. Et il faisait le paquet, il partait. Je dis, mais mon ami, que faites-vous? Parce que dit-il, mademoiselle, je prends le train. Et alors, je ne peux pas rater mon train. Alors moi, pour apaiser ce fou, je dis, écoutez, monsieur, jeune homme, écoutez, remettez toutes vos affaires, allez encore au lit, et quand l'heure du train sera là, je viendrai vous chercher. Et docilement, ce fou va le sortir. Va déjà se remettre au lit. Pardon,
De oorlog is hier nog niet voorbij. Nog jaarlijks wordt ongeveer 200 ton munitie uit de Westhoekse grond opgegraven, op de akkers en de bouwwerven en afgevoerd naar het domein van de ontmijningsdienst de Poerkapelle. Het is gevaarlijk tuig en de kans dat ze nog explodeert is erg reëel. De bewoner van de Westhoek heeft geleerd met deze dreiging te leven. Maar toch vallen er nu en dan nog doden, late slachtoffers van een oorlog die nooit helemaal lijkt te eindigen. 10% van alle ingezamelde munitie is probleemmunitie of toxische chemische munitie. Tot november 1980 kon dit goedje nog in beton gegoten en gedumpt worden in zee, maar sindsdien werd deze praktijk door het verdrag van Oslo verboden. Er is hoop. De Belgische staat heeft concrete plannen om te Poelkapelle een ontmantelingsinstallatie te bouwen die de lange rijen gasbommen onschadelijk moet maken. I never experienced a heavy attack of gas, but they had a nasty habit of firing gas, mustard gas, in shells. And when the shell burst, it spread a kind of film, which was, if you got it on your hands and your eyes, you were very much troubled by it. Everyone suffered to a degree, some much more worse than others. In dat bestbeton dat ik woon, daar worden alle Amerikaners als de brassen van de Somme. Grote gekwetsten van de Somme. Oh. Ja, dat worden alle grote gekwetsten. Die zijn natuurlijk misschien al in een klein hospital geweest, maar die daar in een groot hospital waren, hadden nodig toen het dan was voor te kunnen neerschieten, voor te kunnen naar Engeland gaan. Ja, en daar heb ik nog een keer veel ellende zien. Ik heb nog veel mensen gezien die verbrand worden van de mosterdhuizen. Hier in Belgrond en de mosterdhuizen gebruikt. Maar dat was vitriolhuizen, dat kostte niet aan dan die mosterdhuizen. Die mensen worden daar totaal verbrand. Niet alleen dat, met de schoenen, met een ovenschoenen, met brokkenkleren. En tanden was zo verbrand en die mensen worden zwart verbrand. Meestal deel worden ook blind. En die mensen die alleen daar, ze worden niet gekleed, ze worden juist in de baden. Met tubben rond voor de vliegen. Want ze namen geen dekking, maar ze moesten geen dekking nemen. Nee. En ze moesten dat drie keer het peeltje. Al die reuven moesten af, witte zoven erop. En dat een beetje genezen was, weer zo om de mensen schroeven. Wie de geschiedenis niet kent, kan zich amper inbeelden hoe deze vredige streek geleden heeft, doorgroefd werd, doordrenkt werd met het bloed van duizenden soldaten. Het Heuveland, de streek van Meessen en Wijdschaten, was het toneel van de proloog op de derde slag bij Ieper, gekend als de Mijnenslag. Vanuit tunnels, gegraven door tunneling companies, werden springladingen geplaatst onder de voorste Duitse linies. En one of the most objectionable tasks that we had was to go down in the sap and assist in the mining. We had a coal miner from the north, from the coal mining area of England, who was doing the actual picking away of the chalk. But the infantrymen were down there on their hands and knees, passing back the broken chalk
for some hours. And of course, when they came out, they were choked with chalk dust, and they couldn't stand up because of their being in that position for so long, you see. It was most objectionable. And of course, the worst part of it all was that while you were there in this tiny tunnel, you could hear the Germans picking away around you at the same time. And it was a case of which one blew the other one up first. And you hoped it wouldn't be you. We were in dugouts very close to when that mine went up. And I was laying on a bit of a step and it threw me on the floor. It was that violent, you know. But we went up after, we were more in reserve at that time. I don't know who took the front line there, but we went up after and got ready for any counterattack, you see. Te Zillebeke, Ploegsteert, Meese en Weidschaten werden de Duitse stellingen in de lucht geblazen door 19 zware mijnontploffingen. Waarvan de knallen, zo vertelt men met enige overdrijving, tot in Londen werden gehoord. Een 20e mijn ging onverwacht in de lucht in juli 1955 door een blikseminslag. Het was één van een groep van vier. Nu zitten er nog altijd 3 onontplofte ladingen onder de grond. Maar laten we terugkeren naar het oorlogsgebeuren. Te Passendalen lag het zwaartepunt van de derde slag bij Ieper. Maarschalk Haig wilde een massale doorbraak forceren naar de kust om de Duitse duikbootbasissen in te nemen te Oostende en Zeebrugge. Doch, hij had geen rekening gehouden met de Vlaamse drassige bodem en het grillige, vochtige klimaat. De aanvallen verstikten in de modder en duizenden soldaten vielen ten prooi aan de onmenselijke omstandigheden. Haig dreef zijn wil door, won 8 kilometer grond en verloor 450.000 manschappen. De lange gravenrijen van Tynecott Cemetery, de grootste en indrukwekkendste Britse begraafplaats, getuigen van de waanzin van deze oorlog. Net zoals de rijen kruisjes op het Franse kerkhof Saint-Charles-de-Potiz. Of de Belgische zerkjes op het militaire kerkhof te Houthulst. Arm of rijk, jong of oud, gelovig of ongelovig, geleerd of ongeletterd, niemand ontsnapte aan het noodlot. Duizend en duizend soldaten, altijd iemands vader, altijd iemands kind. But in 1917, I was in the Ypres area, and actually our division went in at Polkapel in the Battle of Passchendaele. That was in November 1917. The scene of the Battle of Passchendaele is almost indescribable, because the whole of the country between the city of Ypres and the ridge at Passchendaele was one mass of shell holes. They were waterlogged, half full of mud and water, and the Germans looked after their own troops by building concrete pillboxes. But we had to, the British had to line the dirt. And it was rather nasty business. They were a collection of shell holes, really. The water table in that area was very high, and of course the continual shelling had smashed all the drains, and so you struck water at about 18 inches down, so there was very, very little shelter. It was a very terrible situation, really. And of course these holes rapidly, the shell holes, rapidly filled with a kind of muddy water. And in those shell holes many men died who were wounded and couldn't escape them.
Het einde wenkt. Na de Russische revolutie verviel het oostelijk front. De Duitsers brachten al hun troepen naar het westelijk front. In het voorjaar lanceerden ze hun laatste offensief. Ploegsteert, Meessen en Hollebeke worden door de Duitsers bezet. Hun doorbraakpoging bij Merkem wordt door de Belgen verijdeld. Maar in het zuiden van de Westhoek veroverden de Duitsers de Kemmelberg en Loker en worden pas aan de voet van de Scherpenberg tot staan gebracht. In het najaar werd alles in gereedheid gebracht voor het grote geallieerde eindoffensief. Er werd urenlang onophoudelijk gebombardeerd, van de Noordzee tot de Zwitserse grens. In september drijven de geallieerde troepen de Duitsers terug uit het door hun bezette gebied. Onmiddellijk hier komt een keer de orders. Dat komt dus van zo'n 3 te 4, zeg maar. En te rijden van de zon is daar, mooi af. En we kregen er ook zoveel kapjes. Niet meer, hè. Maar het was goed wachten. En we wisten niet waar dat was. Hè. En dus een commandant heette het dus. Ik ga wel maar kapiteren, maar toch al een commandant natuurlijk. In Frans, we zagen mijn jongens, die hadden bloed, dat boord hadden niet meer zo. Die hadden bloed, boord toe aan top van de bajonetten. Hij zit er nog maar 8 jaar op, jongens, ja. Moet je niet vergeten, hè. Ja, ik was een keer van de jongste klasse, hè. Ik ben 94 jaar, ik was 18 jaar ook op het front was. De laatste klasse ben ik geroepen in de oorlog van 14 jaar. Dat waren mijn 4 broers ben. Ik had één broer, die is neus aan bezitten. In Oost-Rozenbeke. En dan hadden we ze zang als er gesneuveld is. En hier is dat gat van de kogel dat gekregen in de naarden. En daarmee is het gesneuveld. Als je jaar achter de oren zegt, dan kan ik er nog staan. Ik zei, jaar op de eerste maand achter de oren en de hele dag naar oren. Hebben we toch een brief gekregen. Dan moesten we aan mijn wijn nemen, dan moesten we ons raam en een popeling brengen. Maar mijn moeder zei, ja, de jongens die was al lang in beide zes. We kunnen dat nog gaan zien. Zo'n brief en hier. En je is nu beroemd. De Belgische verliezen tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn niet met zekerheid gekend. De officiële cijfers variëren tussen 27.000 en 40.000. Officieel zijn er thans 15.790 graven verspreid over 21 militaire begraafplaatsen. In te Houthulst ligt Hendrik de Man, gesneuveld voor het vaderland, zoals dat heet, en nu nog betreurd door zijn broer. Iets verder, te Klerken, staat een molen die tijdens het geallieerd slotoffensief als observatiepost voor de Duitsers dienst deed. Deze molen werd op 28 september 1918 door het 2e linieregiment op de Duitsers heroverd. De oorlog nadert zijn einde. Koning Albert I schrijft op 27 september 1918: Soldaten, gij zult de indringer verdrijven die sedert 4 jaar uw broeders verdrukt. Het uur is beslissend. Overal wijken de Duitsers. Het centrum van de aanval wordt gericht op het bos van Houthulst. Van daaruit begint de opmars. Duitse linies worden één na één veroverd. Anderhalve maand lang worden de Duitsers slag na slag teruggedreven. 11 november 1918, wapenstilstand. De oorlog is voorbij. In alle kerken luiden de klokken, de bevolking rent de straten op, overal wapperen de vlaggen. De koning, ridder, de opperbevelhebber van de Belgische troepen, krijgt een triomfantelijk onthaal in de steden. De soldaten die de slachting overleefden, komen thuis en worden als helden verwelkomd. Het slagveld zwijgt, de kanonnen blijven stil.
Het landschap is bezaaid met onontplofte gevaarlijke springtuigen. Een Ieperse oud-rijkswachter getuigt. Bijna dagelijks werden wij opgeroepen om de vaststelling te doen van ontploffingen van werklieden die de band van de koperen schrapnels ontdeden. Zij konden daar goed drinkgeld van krijgen. En van de loodjes uit de obussen. En dan natuurlijk liepen ze ook het gevaar op. Die obussen waren nog geladen en die ontploften. En er waren bijna, ik kon niet zeggen dagelijks, maar toch 2-3 maal in de week moesten wij optrappen om de beentjes bijeen te rapen en in vaderlandertjes te steken. High-explosive munitie, dus enkel gevuld met springstof. Eén norm moeten wij in acht nemen, dat is dat wij dus gelimiteerd zijn tot 50 kilogram zuivere springstof equivalent TNT. Dus hier mag niet meer dan 50 kilogram zuivere springstof zitten, netto. Bruto weegt dit krat natuurlijk heel wat meer, 350 kilogram, 300 kilogram. De poelkapelle wordt nog schier dagelijks opgedolven munitie aangevoerd. Wat niet toxisch is, wordt in bakken geplaatst, met aarde bedekt en tot ontploffing gebracht. Ieper, één puinhoop. Oh, je dacht, we zullen het kapot, hè? Het was plat. We mochten eigenlijk maar weer een keer op het dorp plaats aan, voordat we kosten de beun. Het was door zo'n barakse dat ze zeiden, nee, van die oude barakse zijn. Ici était la ville d'Ypres. Hier was Ieper, stond op het bordje te lezen dat op de markt tussen de puinen werd neergeplant. Hier was Ieper, voltooid verleden tijd, alsof het leven er niet meer zou terugkeren. De koppigheid van de Ieperling deed het anders lopen. Begin der twintiger jaren startte de wederopbouw der verwoeste gewesten. In 1923 begon men ook met de bouw van een groots monument, de Menepoort. Het werd dus gevonden kubieke meters met stenen in Sint-Maartenskerke. Het werd dus gevonden in de Menepoorten. Met de dolen moesten gedaan zijn met tandvloer. Van de sausje. Dat we blokken losten van 10 kilo. En dat er door geen geluid was. En dat we dat moesten lang van de wagon en de wagon. Met kamions. En ze moesten dat vervoer met paard en kar, en dat was verdreugd, blote voet. En Klaas die dat even van de stootje naar hier. Zagen met tand, hier tussen, was er nog geen machine. Oom met tand, moet dat lastig geweest zijn.
In 1927 werd het Britse monument ter vermiste uit de Eerste Wereldoorlog, de Menin Gate, een ontwerp van Sir Reginald Blomfield, voltooid. En op 24 juli 1927 plechtig ingehuldigd door Maarschalk Plumer in aanwezigheid van koning Albert I. In elke stad of dorp in dit land werd een monument opgericht voor de Belgische gesneuvelden, ook de Ieper. Erkentelijk is de bevolking voor zijn bevrijders en voor al degenen die voor de vrijheid hebben gestreden. Veel volk is aanwezig bij iedere onthulling van een gedenkteken, zoals hier de Poperingen. Bij elke herdenking aan de wapenstilstand op 11 november staat de hele gemeenschap klaar. Met muziek en bloemen, een gebed en een toespraak en vele hoogwaardigheidsbekleders. De overlevende oudstrijders worden met decoraties vereerd. Hun wapenbroeders, die het leven verloren, worden met ingetogenheid herdacht. Het puin wordt geruimd. Ieper wordt niet als een modern Pompeji in de ruïnes gelaten, maar wordt in de vooroorlogse stijl heropgebouwd. Oh yes, I saw Ypres for the first time. When we came up from the Somme in 1916, end of 19, yeah, it will be 1916, yeah. The cloth hall and all the church there, it was all one great, everything. Yeah. I came again in 79 and I couldn't believe my own eyes. It was absolutely rebuilt. It was wonderful. Sedert 1929 wordt elke avond onder de Ieperse Menepoort de Last Post geblazen. Als een dagelijks eerbetoon aan de duizenden die in de streek sneuvelden. Op de Menepoort staan bijna 55.000 namen van vermisten gebeiteld. Er waren er echter veel meer. Een tweede muur der vermisten met nog eens bijna 35.000 namen werd opgetrokken op Tynecut Cemetery bij Passendale en een derde met nog eens circa 12.000 namen bij Hyde Park Corner te Ploegsteert. In het totaal meer dan 100.000 vermisten, waarvan ongeveer 60% begraven liggen onder een grafsteen met de vermelding A soldier of the Great War, known unto God. Van de overige 40.000 vermisten werd niets teruggevonden. Velen liggen nog ergens te velden. Naast deze drie grote Britse missing memorials zijn er nog enkele kleinere, waaronder het New Zealand Memorial in het Polygonenbos te Zonnebeke. De oorlog is in deze streek nog overal aanwezig. De monumenten en kerkhoven, maar ook de verschillende musea herinneren de toerist
aan de tragische jaren van ten grote oorlog, zoals het Hoge Kratom Museum. In de buurt van het Hoge ligt Hill 62, waar nog de laatste overgebleven loopgraven kunnen worden bezocht. En waar de bezoeker in ouderwetse kijkkastjes het vredeoorlogsgebeuren opnieuw kan meeleven. Geen gruwelijk detail wordt hem bespaard. Zonnebeke en zijn deelgemeente hebben een belangrijke rol gespeeld in de Eerste Wereldoorlog. In het Streekmuseum speelt die episode uit zijn geschiedenis dan ook een belangrijke rol. Op Hill 60 heeft de Commonwealth War Graves Commission een openlucht sanctuary. Tussen de gevechten door gingen de soldaten achter de linies uitrusten, zoals in Talbot House, te Poperingen. Het geschiedkundig museum van Meissen, de kleinste stad van België, bevat een rijke collectie aan wapens, uniformen, foto's en kunstwerken uit de Grote Oorlog. En zelfs een kopie van een aquarel van de puinen van de kerk, die een zekere Adolf Hitler in 1914 schilderde. Onder de Ieperse lakenhallen werd het Ypers Salient Museum in een coördinatie van Piet Gielis volledig verbouwd tot het nieuwe In Flanders Fields Museum. Dit museum werd in 1997 ingericht volgens de modernste museale principes. Vanaf de opening in 1998 mocht dit museum elk jaar meer dan 200.000 bezoekers verwelkomen. En ook in het vernieuwde museum, dat in 2012 helemaal werd heringericht, wordt diezelfde boodschap uitgedragen. In de Ieperse kazematten hebben de Britse soldaten gepoogd een illusie van leven te wekken. Er was een filmzaal, een drukkerij en onder de dikke vestingsmuren voelden ze zich veilig. Hier konden zij zich verschuilen om te ontsnappen aan de bommenregen daarbuiten. Vandaag zijn ook de kazematten een toeristische bezienswaardigheid, waar gids Valère Priem deskundige uitleg verschaft. Maar dat was hier de toegang die door de Engelsen werden gemaakt om nog meer plaats te hebben om te kunnen schuilen. Dus er was hier een gang onder de aarde, die aarde werd hier uitgehaald en ja, dat was weer ruimte meer waar dat de mensen konden schuilen, waar dat de soldaten konden schuilen en waar het was hier bomvrij helemaal. Hè. En dat was het. Natuurlijk, dat is nu toegemetseld omdat door de tand destijds, en wel dat was ingevallen, dat was geschud met houten palen, met houten planken en hier en daar wel een stalen plaat, maar tenslotte door de tijd is dat ingestort en dat is nu toegemetseld, spijtig genoeg natuurlijk, maar ja, wat wel leert. Nog steeds graven speurders naar verloren gewaande getuigen van de oorlog. Verzamelaars en speurders vinden te Sint-Eloy, nabij het Palingbeekdomein, een ingevallen dugout.
Ze ontdekken tussen het sompige slijk en de modder een oude waterpomp. En mits enig trekwerk wordt de pomp uitgedolven. Het verleden laat zijn schatten maar beetje bij beetje los. Bij archeologische opgravingen naar de grondvesten van de kerk te Zonnebeke werd bij toeval nog een dug-out ontdekt. Ook hier werden talrijke voorwerpen gevonden die nu tentoongesteld staan in het Zonnebeeks Streekmuseum. Te Wijdschaten stak het toeval een handje toe. Een boer ontdekte op een avond dat zijn koe bijna volledig door de grond was gezakt. Zij was door een schacht opgeslorpt. De schacht gaf toegang tot een onderaardse gang. En kan ik zeer naar rust gelopen. Dat gezeten in mijn vader. Met al zeer 7-8 man heb getrommeld. Koorden rond die oorden zijn door de kop van die vele beesten. Want ze zat maar juist met hun kop naar uit boven het water. Die gang stond heel veel water. Hij zat juist met een kop daaruit en mij werd dan over de driekart gerabbeld in, voor die beesten naar boven komen. En gelukkig deed het allemaal goed afgelopen. Die koe was verstift van hier naar onderste, van zolang in het water zitten. Ze zaten misschien al een uur, twee uur of drie uur, juist met een kop boven dan, en met die beesten uitgekregen en stram, stidden van de kotten. En ze is er toch deur gekomen. Met die beesten toch niet verloren. Nou. Wat is dat? Daar op sliepen ze. Wat was er dan nog een winnen of zo? En dat was er, boven de rug. Onder de rug. Of onder de rug. Dat is wel wat, hè? Wat doe je? Ik zit er van boven. Ik zie hem. Is het een avioetje of is het een stokje? Nee, ik ga het gelijk aan het draaien. Pas op, we zijn nog papier, dat is het werk op. Ja, dat is het fabriek. Ja, dat is het helemaal. Een hele wereld van tragiek ligt nog onder de grond van de Westhoek verborgen. Beetje bij beetje geeft hij zijn geheimen bloot, zoals bij Hellfire Corner aan de kruiskanszijde op de weg naar Menen. De beruchte Men in the Road. Blauwe, koper. Goeie blauw, kijk. Goeie. Zijn jij zwarte? Ja, dat is zwarte. Zijn jij een schoen, hè? Hè? Huh? Ik heb hier een keer geschoen tegen land, hoor. Dan heb ik geen spacht, hoor. Ja. Ja, orde sneller, hoor. Wanneer de nieuwe autoweg wordt aangelegd,
zijn zij paraat om bij elke spadensteek aandachtig toe te zien of de geschiedenis aan de oppervlakte komt. In de jaren 70 waren er nog diverse verzoeningsontmoetingen. De samenkomsten hadden plaats bij de familie De Keerle van de Wegen te Kemmel, waaruit Duitse oud-gedienden van Das Grüne Korps de hand reikte aan Britse veterans, begeleid door Lynn McDonald en enkele Belgische oud-strijders. Kom ik eerst heute dazu, mich bei Ihnen zu melden. Ich versprach Ihnen, Ihnen für Ihr goldes Gästebuch eine kleine Erinnerung zu kommen zu lassen, was hiermit geschieht. Bij tientallen blijven ze terugkomen, de allerlaatste strijders van weleer, de overlevenden van de strijd. Ze stappen mee in de optocht, bezoeken de plaatsen waar ze streden en gedenken hun gevallen kameraden. Onder de Menepoort beluisteren zij de treurmarsje en de gebeden en horen met ingehouden adem de exhortation aan. They shall not grow old. Zij zullen niet oud worden zoals wij die achterbleven. De jaren zullen hen niet afmatten. Maar wanneer de zon ondergaat en in de morgen, zullen wij hen blijven gedenken. We will remember them. Ook de jongere generatie wil niet vergeten. Op de plaats waar John McCrae in Flanders Fields schreef, heeft de Ieperse schooljeugd de vervallen geraakte dressing station gerestaureerd en opnieuw in de schijnwerpers geplaatst voor de huidige en volgende generaties. Bij het aanleggen van nieuwe wegen worden nog af en toe lugubere ontdekkingen gedaan. De Zonnebeken werden de stoffelijke resten van 6 Duitse soldaten gevonden in een ingestorte schuilplaats onder de oude spoorwegbedding. De skeletten werden door de Ieperse Rijkswacht meegenomen voor verdere identificatie door het parket en een afgevaardigde van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge om later bijgezet te worden op het soldatenfriedhof te Langemark. Ondertussen gaat de zoektocht onverdroten verder. De zoektocht naar de laatste resten van een oorlog die er nooit had mogen komen. De zoektocht naar de laatste overlevenden. In het begin van de jaren 90 werd in de kazerne Kwartiersteenstraat de Houthulst-Poelkapelle overgegaan tot het bouwen van een ontmantelingsinstallatie voor chemische munitie. In dit gebouw werd röntgenapparatuur geïnstalleerd om probleemmunitie of chemische munitie te identificeren. Via robotten worden de springtuigen schoongemaakt en worden de obussen doorboord
om de chemische inhoud af te scheiden. Vervolgens moet een afvalverwerkend bedrijf de inhoud of het gas onder hoge temperaturen gaan verbranden. Stuk voor stuk moeten alle verdachte springtuigen worden doorgelicht en leeggemaakt. Aan een ritme van ongeveer 15 obussen per dag heeft men nog verscheidene jaren nodig om de actuele voorraad te vernietigen. Maar ook wanneer de laatste oud-strijder de eeuwige vrede zal gevonden hebben en de laatste bom uit de bodem zal zijn opgedolven, ook dan mag deze oorlog niet worden vergeten. Want wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd om die opnieuw te beleven.